Hey, ik ben Daan. Ik ben dyslectisch. De gemeente Katwijk moet geld steken in nachtbussen tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk. Dit vind ik een goeie. Ja, dat vind ik wel. Ik wil 's nachts wel lekker naar Leiden en terug. Dus doe me wel. Ja, eens. Lekker naar Noordwijk met de bus, met de nachtbus. Hoef ik ook niet te fietsen. Ik ben lui. Vuurwerk. Katwijk moet het afsteken van vuurwerk met oudjaar verbieden. Eens. Ik hou niet van vuurwerk. Sorry, Rijnsburgers. Het gebeurt toch wel, dus waarom zou je het verbieden? Anders, je hebt al die bloemenrijders in Rijnsburg. Die komen even met de vrachtwagen aan. Gigantische dozen en bommen. Klaar. Als jij je hand eraf wil knallen met een of andere gekke cobra die je uit Polen hebt gevonden, be my guest. Maar ik vind het boeit mij niet heel veel eigenlijk. Doe je ding. De gemeente Katwijk moet geld vrijmaken om meer jongere werkers aan te nemen. Ik hoor iets met jongeren en werken en dat vinden ze niet leuk. Een jongerenwerker was een juf of zo, toch? Weet ik veel. Scumman. Oh, Scumman. De gemeente moet vaker evenementen toestaan die na 11 uur muziek hebben. Dat sowieso. Ik wist oprecht niet dat dit een regel was. Dus ik snap het niet, het probleem dat gewoon een evenement die jaarlijks of gewoon jaarlijks één keer terugkomt, dat niet gewoon tot later kan. De gemeente mag niet toestaan dat de barakken aan de Wassenaarseweg gesloopt worden. Wat zijn barakken? Ze hebben niet heel veel toegevoegde waarde. Je kan beter gewoon een heel groot springkussen neerzetten of zo. Dat is leuk. Dat is veel leuker. Dan kan je niet gewond raken. En een barak wel. De gemeente moet een boete opleggen aan eigenaren van panden die langer dan 6 maanden leeg staan. Antwoord! Hoezo? Dat is echt niet waar! Ik mag hier niet eens over nadenken. Ik moet wel stemmen. Ik wil weten wat ik hierop antwoord. Jeffrey Gordon Schreuder. De gemeente moet geld beschikbaar stellen voor schoolzwemmen. Ben ik het wel mee eens? Ik haat zwemmen. Stop met zwemmen. Wie heeft er nou zwemmen nodig? Rob, heb je ooit gezwommen? Nee. Ik vind dat het aan de mensen zelf is om lekker hun kind naar school, naar zwemmen te sturen en hun ABC-diploma te halen. Dus moet de beide provincie op aandringen geen windmolens te plaatsen in het Valkenburgsmeer. Daar ben ik het ermee eens. Ik weet niet, het Valkenburgsmeer is niet heel groot. Gaat er gewoon een windmolen gewoon in het midden zo in de lucht steken of zo? Is daar veel wind? Ik maak van wel. Ik heb een vriend die is 4 meter de lucht ingeschoten, want hij dacht te gaan kiten op het Valkenburgsmeer. Hij is op het parkeerterrein van de Quantum terechtgekomen. Dat is echt heel ver. Yes. Dat is echt heel bruut. Maar zouden windmolens hem gered kunnen hebben? Nee. Die hadden hem geschept en echt nog verder. Die hadden hem nog erger vernietigd. Dus dat is de reden waarom wij geen windmolens gaan plaatsen op het Valkenburgsmeer. Die arme kitesurfers, die worden echt geslingerd in de lucht. Dat moeten we niet hebben. Je mag daar niet kitesurfen. De gemeente Katwijk moet het asielzoekerscentrum uitbreiden. Mag het asielzoekerscentrum uitbreiden? Ik ga hier geen mening over geven, want dan ga ik nee. Oneens, volgende vraag. Kom eens hier. Oké. De gemeente moet de vestiging van coffeeshops blijven tegenhouden. Oh. Nee? Dus er moeten geen coffeeshops. Oh ja, maar wel coffeeshops komen. Natuurlijk wel, ja. Bedankt, Gaddy! Ja. En niet één. Maar meerdere. Ja, meerdere. Gewoon echt vol. Ja. Gewoon echt vol. Over 2 jaar, als ik 18 ben. Dat was hem, jongens. Mag ik een hartelijk applaus? Nee, jij mag jezelf geen applaus geven. Woe! Ja, die zit het bordje te pesten. En dan vond ik zielig. Ah, oh, mijn bordje. Is het zielig? Mort, with the kid doen. Fietsstalling. De beveiligde fietsstalling in Katwijk aan Zee moet het hele jaar open zijn en niet alleen in de zomer. Ja, nee, gewoon een kleintje. Zet hem op de plaats van de barakken. Hier. Het is echt een pleurisend lopen als je dan naar school moet of zo. Dat maakt niet uit. De gemeente Katwijk moet blijven verbieden dat winkels op zondag open gaan. De Jumbo in Oesgeest zit zo stampvol met alle Valkenburgers die eigenlijk gewoon trek hebben in een stokbroodje. En die ze er dan zaterdag vergeten aan te halen. Het is... Shhh! Ik word afgeleid! Oh, het is 2-2-2-2-2-2-2! Het is 2-2-2-2-2! Oh! Oh! Stop de persen, er is een getal! Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt? Nee, boeit me echt geen reet. Nou Job, ik ben hartstikke benieuwd wat je uitslag is. Ik ook. Dat heb ik niet verwacht. De PvdA komt bij mij op hoogst. Op nummer 1 staat Durf. Hart voor Katwijk heeft 65,
verschillen? 56%. Ik heb 56% P van de A. Mika, je bent hartstikke links. Volgens mij is je site kapot. Met 53% staat durf. PvdA met 50%. Waar staat Jezus leeft? Jezus leeft staat er niet eens tussen. Oh jawel, grapje. 38%.